Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pocket 5. Vandaag hebben wij een smart robot. Dit robot dingetje. En ik ben samen met... Oh, ik wil hier ook laten zien. We hebben twee camera's. Wauw. En ik ben samen hier met mijn lieftallige vriendin. Die mij even hier mee helpt om het robotje te bouwen. Want ik ben niet de meest snuggere of handige betreft dingen bouwen. Ik ook niet. Maar... Ja, nou, we zullen zien hoe dat dan met je gaat lopen. We give the try, yes. Het komt allemaal goed. Dus we hebben hier een aantal doodjes liggen met allerlei speeltjes erin. Dit is de car kit 3.0 Plus. Moeten we niet even kijken, want er staat, hier staat plus bij. En bij die andere... Daar staat ook plus op. Staat ook plus op, maar hier staat niet plus op. Dus ja, het staat hier op het staat hier op een box. Hier staat 4 tires, DC motor, 4 pieces. Weet je, jij bent altijd zo van, we gaan niet de boekjes lezen, maar we gaan gewoon altijd allemaal dingetjes doen. Ja. Maar dat werkt hier niet bij, want het is een robot. You don't know how robot. Ik wil gewoon inpluggen en kijken of ik ja, het leuk kan doen. Eerst? Dus eerst moeten we de product filmen before assembling. We gaan gewoon elk stapje belangs, dus we zoeken dit ding op. Ik denk deze. Oh, daar zit een grappig fotootje in. Ah, I like your thinking. Ah, look at that. Dus al jij het doosje. Ja, ja, daar komt hij hoor. Kijk eens on. Rest hem. Very nice. Het is mijn hout. Oh nee, wacht even. Die ding moeten we eraf halen. Ja, ja, die ding moet je afhalen. Het is gewoon een plastic laagje volgens mij. Moeten we van beide dingen? Wacht even. Wauw, de peeling. Oh, satisfying. Oh, never mind. En dat komt hier hoor. Oké, en we hebben nog wat chips. En nog wat chippies en dingetjes. Volgens mij is dit niet het doosje wat we moesten hebben, denk ik. Weet je, pak maar gewoon oude doosjes. Is dat één? Oh nee, wacht, er staat hier natuurlijk op wat erin zit. En hier zit helemaal niks van deze items in. Dus dat is wel mama, handig. Nuts. De DC motor, die zit hierin. Zit daar nuts in? Zie, er zit DC motor 4 pieces in. We moeten één keer zo'n ding pakken. Dat witte dingetje moet eronder zitten. Oh wacht, zit het aan beide kanten even maar. Deze dingetje moet het dus vastgeroepen ofzo. Hoe moet het hier doorheen? Oh, deze hier door de zijkant. Dat is het. Kan deze hierin? Ze moeten aan beide kanten zo. Oh, you are a smart boy, my love. Oké, dus. Ja, deze schroefjes moet je dus hier. Ah shit. Moet je hier dus in die zijkantjes moet je dus dat gaan bevestigen. Dat wist ik dus niet. Dus dat is goed om te weten. Ik ben het best nog steeds te proeven. Maar... ik prop hem wel in je. Ja. Ah! Sander! Je hebt een scratchie zonder ding! Laat me! Ik hoorde hem gewoon, net zoals een karretje op zijn treinbord. Dan is een nagel. Nee, maat ook niet. Sander! Boeien! Het is maar een scratchie. Zo meteen rijden we met het ding overal tegenaan waarschijnlijk. En dan komt nog een scratchie op. Zal ik jou ook even scratchie doen? Wie verzint dit? Kan je die ding nog verschuiven? Oh ja, anders is die schroefjes beter. Dan doe ik jou een job even. Nee, ik put hem al in. Nee, je moet eventjes... Ja, 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 ja. Oh, yes. Die gaat erin. Dat klinkt echt heel verkeerd. Maar, ik weet het niet, maar als je dit luistert, dan komt er naar je door. Ja, ik zal het maar wel even bekijken met de video erbij, dan weet je tenminste. Dat is het ook zo raar. Dus dan zien we hier uiteindelijk, dit is dus de logic board. Of tenminste, nou, de board voor de motortjes denk ik, of even wat voor aandrijving. En dan kunnen we al die pinnetjes kunnen dus allemaal verbinden aan die dingetjes. Dus dat willen we zover hebben. Even bij de actie betrekken. Hier heb ik dat ding hieronder. En die schroef je gewoon hierboven. Schroef je er gewoon aan vast. Meer is het niet. Nee. Dat hopen we. We hebben dus dit chipje. Oh. Met heel veel pinnetjes die we dus niet willen ombuigen. Op wat voor manier dan ook. Anders zijn we vaak. Oké, dus Melme peelt eventjes dat weer af. Er zitten pinnetjes op, die moeten dus daar in de gaatjes. En Mel die gaat het wel fixen. I'm gonna fix this. Yes, you are.
een ruw ingenieur. Mm-hmm. Wacht even. Oké, ze moeten helemaal achter. Kijk die concentratie. Goed aandrukken nog. Ja, ja. En die andere kant. Ja, is het? Nee. Ja, ja, je ziet, dat schuiven we erin en helemaal fixed. Vervolgens hebben we de Bluetooth module, die moet er ook in. Dat dingetje moet er dus ook in. En die moet dus, staat er niet iets van Bluetooth in ofzo? Power. Je Bluetooth. Bluetooth, ja, die moet dus daarin. En die schuiven gewoon erin. That's it. 2 hours later. Ja, zo is het goed. Magnifiek. Dit is hem. Dit is Bobby. Bobby de robot. Zal ik de camera... Oké. Zo excited. Dus als je dit robotje koopt, sowieso meteen gewoon de app downloaden en daarmee verbinden. Dat is obstacle avoidance mode. Dan gaat het niet tegen een obstakel aan knallen. Dus als je die aanzet, dan heb je nu waarschijnlijk uit. Oeh, hij stopt. Automatisch. Hij gaat rijden, ja, gewoon automatisch. Hij rijdt automatisch. Oh, nee, dit gaat niet. Oh. Nee, hij weet het. Ja, dat maal tegen. Ah, stop in, Bobby. Nom. Fucking hell. Oké. Dan gaan we line tracking mode doen en kijken of je een mooi cirkeltje gaat draaien. Oké, welke kant ga jij denk je op? Ik denk, wat is de kosten? Ik denk dat de natuurlijke bocht minder rechts is, omdat hij daar meer een soepeler boogje kan maken, zeg maar. Want dat is bij die andere kant is het wat scherper. Dus ik verwacht dat. Maar ik weet niet wat het gaat doen, Mel. Dus. Hoe? Doet hij dat nou of heb jij dat gedaan? Oh. Maar hij ging links en hij deed een soort van tracking, I guess. Ja. Misschien moet je het even wat ruimer inderdaad doen. Ik ga het ruimer doen. Ja. Goodbye, Bobby. Oh no. Oeh, oké. Okay. Straks racht hij dat kaasje omver en dan is alles in de fikkie. Maar we hebben goed vertrouwen dat de ontkoming is. Hij gaat gewoon tegen mijn voet aan. Wat is dit voor weer? Als je kan zien of je... Stop! Oh no. Ja, hij ziet er nu snugger inderdaad. Hij ziet alleen echt voor die sensor die bovenop zit inderdaad. Eronder dat ziet hij niet. Dus het moet echt gewoon op diezelfde hoogte zijn. Nu ziet hij het wel. Hij draait zich. Oh no. Daar gaat hij weer. Oeh. No, ik snap het. Stop! Hoe gaat het in de telefoon? Oh, mijn phone. Gaan we met het nieuwe telefoon. Of moet je soepele rondjes maken in plaats van scherpe bochten? Nee, toch? Ik zou niet weten. Misschien moet je het soepel maken, ja. Hij houdt gewoon af en toe gewoon op. Hij heeft er gewoon soms even geen zin in. Oh, nu deed hij het wel. Oké, het is een beetje... Het is om en om. Soms wel, soms niet. Ja. Yeah. Het zelfrijden is altijd nog het leukste, hè? Bye, my lover. Goodbye, my friend. Dat was de robot. Ik vond het wel een geinig dingetje. Het was even leuk om gewoon even mee rond te pielen en in elkaar te zetten. We hebben er ongeveer 2 uur denk ik zoiets mee over gedaan om het te maken. Je kan zelf ook nog programmeren als je dat trouwens wil. Allemaal instellingen veranderen en geprogrammeren. Dus die optie heb je. En voor de rest, ik vond het even geinig om bezig te gaan. Lijkt het je ook leuk? Ik heb wel een link in de beschrijving voor jou om het te kunnen checken en te zien of het... voor jou de prijs waardig is. Want ik weet niet precies wat de prijs zelf is. Maar dan moet je maar even kijken op de productpagina zelf. Ik heb ook nog een kortingscode. Ik krijg trouwens ook nog
Dus die staat er ook allemaal in. Ik weet de code nu nog niet, dus ik kan nu nog niet op het scherm zetten. Maar die komt, die zie je wel in de beschrijving, dus check dat uit. En bedankt Mel voor het assisteren met dit gigantische bouwproject. Ik zou nooit alleen doen. Nee? Jawel, jij kan. Niet. Ik? Nee, ik kan niet. Ik heb twee linkerhanden wat dat betreft. Hè? Iedereen bedankt voor het kijken. Like natuurlijk de video als je het leuk vindt. Abonneer natuurlijk voor meer, want er gaat zeker nog leuke video's aankomen. En zeg ik tot de volgende keer.